De toekomst is een uitdaging voor zowel de regering als de samenleving. Een heleboel heeft te maken met inclusiviteit van de samenleving, maar ook met leiderschap vanuit de regering, zegt Deo Charman, ondervoorzitter van de Nationale Assemblée. Charman is van mening dat er verandering komt wanneer iedereen daaraan meewerkt. En ik denk dat nu, en zeker de betrokkenheid van de samenleving is wijzer geworden, is mondiger geworden, eist haar plek ook wel op. En begrijpen, en daar moet de inclusiviteit van die samenleving komen, om haar bijdrage te leveren, maar ook richting te geven aan het bestuur van het land. Om op nodige momenten de regering, de leden, het parlement, wie dan ook op de vingers te tikken van jongens, het gaat niet de juiste kant op, begrijpt u wel. Ik denk dat we met die benadering in ieder geval een betere toekomst voor ogen hebben. En ik ben ervan overtuigd, ik heb dat geloof en dat vertrouwen erin dat we het beter gaan kunnen doen dan de afgelopen jaren. Ik heb in mijn toespraak bij de vorige viering gezegd, vertrouwen, mondigheid van die samenleving, betrokkenheid en het blijft, staat nog overeen. En ik zie dat ook gebeuren, je ziet wel maatschappelijke groeperingen willen altijd een stem hebben, een vinger in de pap hebben. Dat is goed, dat is die betrokkenheid, maar dat is ook de verantwoordelijkheid die je neemt, omdat dit land van ons allemaal is. We gaan het gezamenlijk moeten doen. Volgens VHP-parlementariër Mahinder Kumar Yogi moet de regering grote delen van de bevolking achter zich krijgen om bepaalde besluiten te kunnen nemen. In het verleden zijn er besluiten genomen waarbij er niet goed is afgestemd met elkaar. Dat we niet eens onze landsgrenzen hebben vastgesteld en dat we haast hadden. We moeten geen haast maken. Toch? Niemand zal eeuwig afhankelijk blijven. We zouden gaan naar die onafhankelijkheid. En de voorbereiding van de onafhankelijkheid, daar hebben velen hun op- en aanmerkingen gemaakt. Ook in die tijd en ook vandaag wanneer we evalueren, kunnen we verwijzen. Maar het helpt ons niet. Het enige wat we moeten zeggen als we terugkijken, we moeten het beter doen. We moeten het beter doen, we moeten goede besluiten nemen, overwogen besluiten nemen met draagvlak, met consensus. En volgens vicepresident Ronnie Brunswijk moet Suriname al met al zelf proberen uit deze economische crisis te komen. Alles wat is bereikt hebben wij met eigen middelen en op eigen kracht gedaan. Wat we moeten doen, we moeten werken. En er is hoop. Ja? Je weet het, dat de regering Santokki Brunswijk heeft overgenomen op 16 juli 2020. En alle Surinamers weten precies in welke toestand we waren, wat we hebben overgenomen. En je ziet het op eigen karakter, IMF heeft ons zoveel beloofd. En tot nu toe houden ze ons op een lange baan. Ja? We hebben alles gedaan als Suriname om in aanmerking te komen voor steun. En, maar tot nu toe doen we het op eigen karakter. En dank God, de Almachtige, dat we steeds meer geluk in de tunnel zien. Ja, en ik ben van overtuigd dat 2022 wel een betere tijd tegemoet komt.